Ik ben een echte Rotterdammer, ja. Niet lullen, maar poetsen. En gewoon aan de slag. Gewoon een beetje lef hebben en heel direct zijn. Ik denk dat het orkest een hele Rotterdamse mentaliteit heeft. Ja, ze zeggen wel eens dat Rotterdammer wordt met opgestroopte mouwen geboren. En zo'n mentaliteit staat mij wel aan. Mensen willen gewoon werken en dat vind ik echt heel prettig. ...44 jaar geleden was Jong Broekie in het orkest gekomen. En alle collega's waren ouder dan ik. En nu is het precies andersom. Nu ben ik oud en er komt gewoon een hele nieuwe generatie binnen. Hoe jong ze tegenwoordig ook zijn, ze komen binnen met het lijkt wel of ze al ervaring hebben. Dat vind ik best knap eigenlijk. Dat is toch heel anders dan in de tijd dat ik begon. Dan moest je eigenlijk alles toch wel nog leren als je in het orkest kwam. Ja, koffie heb ik altijd wel nodig hoor. Dus ik weet dat ik de hele dag heb gezeten.